Een goede dag, luisteraars, trouwe luisteraars van Radio Emmanuel. Ik ben er weer voor ons wekelijks praatje via Radio Emmanuel 93.1 FM. Het hele bisdom, ja, misschien wel grote delen van de bevolking. We zijn allemaal in de ban van de naderende bisschopswijding. Vele katholieken vragen zich af, zal ik er wat van kunnen zien? Zal ik erbij kunnen zijn of volg ik het liever op de tv? Mijn gast vandaag is niemand minder dan onze nieuwe bisschop, Monseigneur Karel Tjuni. Zometeen, na de muziekbreek, zullen we met hem wat dingen doornemen. Er zijn wat vragen, want ik zeg u dus, dit is een gebeurtenis die niet vaak voorkomt. En er zijn heel wat dingen die ik, en ik neem aan, ook u wil weten. Zo meteen na de break blijft u dus afgestemd. Monseigneur, van harte welkom. U bent een beetje vertrouwde gast geworden in de studio. En het is een hele eer om u als gast te hebben vandaag. En wij van Radio Emmanuel en ook alle luisteraars, neem ik aan, bedanken u alvast dat u in uw drukke schema tijd hebt willen vrijmaken voor dit gesprek. Mevrouw Veldwachter, bedankt. En luisteraars, het is een hele eer om hier met u in de studio te zijn en u toe te spreken.
Maar senior, ik zei het al, het zijn geen bisschopswijding, maak je niet elke keer mee. En er zijn een heleboel dingen, weet je, die mij intrigeren. Hoe dit, hoe dat, wat gebeurt er, wat gaan ze doen? En ik hoop dat u een beetje antwoord wil geven op de vragen. De eerste vraag die bij me opkomt is, hoe wordt een opvolger gekozen? Wordt hij gevraagd? Wordt hij opgedragen? Wordt hij gekozen? Wordt hij voorgedragen door anderen? Hoe gebeurt dat? En hoe was uw reactie? Kunt u ons een beetje vertellen over dat traject? Tot aan de persconferentie, toen werd aangekondigd dat u de nieuwe bisschop zou zijn. Mevrouw Veldwachter, het is zo. De katholieke kerk heeft 2000 jaar ervaring. Van iedere bisschop wordt verwacht dat hij jaarlijks 3 namen naar Rome stuurt. Van mensen, van priesters, die hem kunnen opvolgen. Mm-hmm. En hij moet dus die 3 namen in volgorde van voorkeur plaatsen. Mm-hmm. Omdat Rome niet voor verrassingen wilt komen te staan. Dan heeft de kerk als regel dat een bisschop mag aanzetten tot hij 75 jaar is. En dan moet hij zijn ontslag aanbieden aan de paus. En dan beslist de paus of hij het aanneemt of de bisschop aanhoudt. En zo. Dus toen onze bisschop, Monsignor de Becker, 75 werd, heeft hij dus ook naar Rome geschreven. En Rome heeft toen zijn ontslagaanvraag aanvaard. Mm-hmm. Hij is met emeritaat gegaan. Mm-hmm. Maar het was nog niet zo duidelijk wie hem zou kunnen opvolgen. Wat we in de wandelgangen hebben gehoord, was dat Rome de kandidaten in Suriname nog wat jong vond. Want ze hebben ook als policy dat je een bisdom niet al te lang met 1 bisschop moet laten. Mm-hmm. Kijk, Monsignor Sichem is 33 jaar bisschop geweest van Paramaribo. Mm-hmm. Het is goed gegaan, maar dat wil zeggen, een hele generatie heeft alleen Monsignor Sichem gekend. Dus Rome wil wat kortere periodes. Ja, liefst 10, 15 jaren. Mm-hmm, mm-hmm. Ik ben 57 en Pater Cross is 5 jaar jonger. Okay. Dus het was nog niet zo duidelijk. Mm-hmm. Toen hebben ze Pater Toon te Dorsthorst tot apostolisch administrator benoemd. Mm-hmm. Dus iemand die alles kan doen als een bisschop behalve de wijding. Mm-hmm. En ja, toen is er dus een onderzoek geweest. De nuncius stuurt dan brieven naar de geestelijke in het land en vooraanstaande katholieken, mensen die daar een oordeel over kunnen geven. Okay. En zij moeten dan opnieuw 3 kandidaten presenteren. Mm-hmm. En die kandidaten die worden dus door de nuncius gescreend en die 3 namen gaan uiteindelijk naar Rome, mm-hmm. waar dus de paus uit die 3 eentje kiest. En mm-hmm. dat is bij u ook zo gegaan. Maar hoe was uw reactie op wat? Dan komt het. Dus ik voelde het een beetje aankomen toen die brieven in het geheim rondgingen en ik zelf niet kreeg. Ze dachten van, ja, dat zou best kunnen, hè. En het maakte je best wel wat ongerust. Mm-hmm. Je zag het op je afkomen. En ik probeerde te dokken. Om de boot een beetje af te houden. Ik probeerde de boot af te houden. Als God je eenmaal heeft uitverkoren, laat hij je ook niet los. Ja, zo is dat. Mm-hmm. En ik geloof en vertrouw dat hij ook de kracht zal geven. Amen, amen. Weet je wat ik me ook afvraag? We praten over het bisdom Paramaribo. Maar u bent bisschop over alle gelovigen, katholieken althans, van Suriname.
toch? De traditie in de Rooms-Katholieke Kerk is dat het bisdom wordt genoemd naar de plaats waar de bisschop woont, zetelt en waar de kathedraal is. Mm-hmm. Dus, en ook naar het aantal katholieken die, ja, die er zijn. Dus wij kunnen volstaan met één bisdom, Paramaribo. Mm-hmm. Maar laten we zeggen, Nikeri zou heel erg gaan groeien. Ja. En er zouden ook veel katholieken zijn. Dan zou er ook een bisdom gecreëerd kunnen worden. Okay. Bisdom New Nikeri. En is het, ik denk dat het een beetje, of is het policy, of is het gewoon voorkeur, dat men naar kandidaten kijkt van het land zelf? Of zegt u nee, in dit geval bij ons, er zijn niet zoveel priesters, dus de keuze is niet erg groot. Maar zijn er andere priesters die, geen Surinamers, laat me het zo zeggen dan, geen Surinamers die ook in aanmerking zouden kunnen komen? Of zeggen nee, het is meestal de bedoeling dat er iemand, een zoon van het land zelf, opvolgt? Nee, dus Rome heeft natuurlijk wereldwijd priesters en kandidaten. Maar Suriname is een speciaal geval, want we spreken Nederlands. Mm-hmm. Ja, dus dan wordt de keuze al beperkt. Dus zou je uit Nederland of Vlaanderen iemand moeten zoeken die ook Nederlands spreekt. En Rome houdt ook wel rekening met de plaatselijke situatie, de geschiedenis van het land. Ja. Dus wat Suriname betreft, dacht ik dat men toch graag een eigen bisschop wilde hebben uit het land zelf. Dat maakte dus de keuze wat beperkter. Ja. Mm-hmm. Maar ik denk als we Engels sprekend zouden zijn, dat het dan misschien toch wat... Er is meer keuze geweest. Oké, dan hebben we dus die bewuste dag in november. 11 november. Dan slaat dat nieuws in. En dat u de bisschop elect bent. Daarna gebeurt er, neem ik aan, een heleboel. Kunt u misschien daarover een beetje vertellen? Want dan gaan er, neem ik zo aan, een heleboel dingen in gang gezet worden. Ja, dus nadat het is meegedeeld, moet je binnen 3 maanden na de afkondiging de bisschop wijden. Dus er is een limiet aan. Maar er is zoveel voorbereidingen aan. En de kerstdrukte wilden we per se niet gebruiken. Mm-hmm. En dan is het ook al lastig om direct na het nieuwjaar zo'n groot evenement te organiseren. Ja. Dus hebben wij eigenlijk een beetje de uiterste datum gekozen. Mm-hmm. De 24e. Het hing ook samen met een bisschoppenconferentie op Trinidad, waar de meeste bisschoppen aanwezig zullen zijn. Dus het eindigt 22. Okay. En dan kunnen ze afreizen naar Suriname. Zijn ze toch al in de regio? Ze zijn al in de buurt, ja. Okay. Want reizen is nu best wel duur geworden. Mm-hmm. Ja. Zeker, dus voor ons zeker. Laten we even, luisteraars, wat muziek inlassen en dan gaan we zo meteen met ons gesprek verder. We don't like the way the world is turning. Something inside is always yearning for a brand new. People everywhere are so confused. Leaders don't know what to do now. Oh, how he wants a brand new world. Although we send rockets to the moon and the stars, although we make ships and planes that go very far, there's not a mountain than man hasn't climbed, but a brand new world he can never find. So if you want a brand new world, you gotta have a brand new
everything they could, but I wonder if they ever would. Old man sitting in a barren door, still can't find what he was searching for. Oh, how he wants a brand new world. A brand new world begins with me and you. We'll never find it in the things that we do. Jesus promised a world of our own, and he invites us all to come along. So if you want a brand new world, you gotta have a brand new people. If you want a brand new people, you gotta have a brand new life. If you want a brand new life, you gotta have a brand new spirit. Praatje en een plaatje. Elke zondagmiddag om 4 uur met een herhaling op de woensdagmiddag om 5 uur en donderdagmorgen om 9 uur. Een praatje en een plaatje. Een programma voor het hele gezin. Ja, luisteraars, ik ben bij u terug. En zoals we al voor de break u hebben gehoord, Monsignor Karel Tjuni is onze gast vandaag in verband met de komende bisschopswijding. Monsignor, ik denk, het woord is al gevallen, bisschop worden is een uitdaging. Het is een opgave. Weet je, mensen denken meestal dat wanneer je wordt hoofd ergens en dan krijg je geweldig veel power. En het is, maar wij weten dat wanneer wij geroepen worden om leiding te geven, is het meer om te dienen. En dat rust er een behoorlijke zware taak op u. Hoe hebt u zich mentaal en misschien ook anderszins bent u bezig zich voor te bereiden hierop? Want het is een hele ommekeer. Het is een hele ommekeer in je leven. Mm-hmm. Maar je kunt er niet extra op voorbereiden. Mm-hmm. Er is wel een cursus in Rome voor babybisschoppen. Dus het staat aan te komen. Mm-hmm. Maar de grote voorbereiding is natuurlijk geweest de tijd die ik samen met Monsignor de Becker heb doorgebracht. Mm-hmm. Ik ben 10 jaar zijn vicaris-generaal geweest. Ja. En we hebben veel samen gedaan. Bijna alles samen gedaan. Ik moest ook in al de grote raden van het bisdom zitten. Al die adviesraden. En de uitvoering van het beleid was bij de vicaris-generaal. Okay. Ik denk dus dat dat een goede voorbereiding is geweest. Okay. Dan, maar dat is voor de administratieve zaken. Maar, ja, toch? Want ja, de pastorale zaken en de maatschappelijke vraagstukken, daar kan je niet op voorbereiden. Dat, dat dient zich aan van dag tot dag. Mm-hmm. En daar zal, ja, moet je erop vertrouwen dat de Heilige Geest zal spreken. Zijn leden. Ondertussen hebben we in deze week, in de afgelopen week, is uw bekendgemaakt, uw wapen. En ik dacht ook een soort lijfspreuk, hè? Ja. Ik heb
het even gezien, maar misschien kunt u dat, want hoe gaat dat, is het iets dat u helemaal zelf ontwerpt, bedenkt en wat houdt het in? Wat is de inhoud van zoiets? Ja, zo'n wapen is wat ze tegenwoordig zouden zeggen, je mission statement en je visie, datgene wat je dus in je verdere leven als bisschop waar wil maken. En ik heb als lijfspreuk gekozen, Diligens Dominum et Proximum, vertaald is dat bemin de Heer en de naaste. Okay. Dat is dus een samenvatting van heel de Bijbel, zegt Jezus ja, zelf. Ja, natuurlijk. Yeah. Hij haalt eerst Deuteronomium aan, waar de Joden 's morgens, 's avonds bidden, gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en al uw krachten. En ze zullen het plaatsen op hun deurposten, op de poorten, ja, op hun, en het aan de kinderen leren. Daarbij voegt Jezus ook nog een tekst uit Leviticus. Gij zult de naaste beminnen als uzelf. En bij Matthäus zegt Jezus dan, aan deze twee geboden, bemin God en bemin je naaste, hangt heel de wet en de profeten. En bij Lucas, daar wordt het verteld om aan te duiden wie je naaste is. Ja. Ja, dus iemand komt bij Jezus met een vraag om hem op de proef te stellen. En hij vraagt dan, wie is mijn naaste? En dan vertelt Jezus de parabel van de barmhartige Samaritaan. Ja? De naaste is degene over wie jij je ontfermt. Je, degene die jij tot je naaste maakt. Okay. En uit respect voor mijn voorgangers, voor wie ik veel bewondering heb, monseigneur Sichem en monseigneur de Becker, heb ik een deel van hun wapen ook overgenomen. Monseigneur Sichem had drie cirkels in elkaar verstrengeld. Die drie zijn natuurlijk vader, zoon en geest. Ja. De perfecte liefde. Van de drie eenheid. En tegelijkertijd ook een verwijzing naar de manier waarop wij, verschillend als we zijn, van bevolkingsgroepen, rassen en talen en afkomst, met elkaar verbonden zijn. En hij had als bloem de vijle lobby. Die heb ik dan ook overgenomen in het midden van de cirkels. Dus de liefde zal ons verbinden. En van monseigneur de Becker heb ik de palmboom en het water overgenomen. Het is een verwijzing naar Psalm 1. De rechtvaardige is als een boom geplant aan het water en zal altijd vrucht dragen. Het is een verwijzing ook naar de zee, waar de Joden door moesten gaan, uit slavernij naar vrijheid. Het is de zee die ons nu scheidt van de rest van de wereld en ons verbindt met de rest van de wereld. De palmboom is een teken in de Bijbel van overwinning. Maar overwinning na strijd. Dus, daarom met Palmzondag hebben wij dus de palmtakken als teken van overwinning. Hoewel het lijden nog moet komen. En de palmbomen verwijst ook naar Batavia, waar de zalige Petrus Donders heeft getoond hoe je de ander tot je naaste kan maken. Wat de barmhartige liefde is die God ons wil schenken. En dan heb ik zelf toegevoegd de symbolen van de Heilige Geest, een vlam en een duif. Ja. Een vlam is natuurlijk om ons één te maken, de vurige tongen die over de apostelen kwam, om het evangelie met enthousiasme te verkondigen. En de duif is symbool van de geest, was daar bij de schepping toen er chaos was. Toen zweefde Gods geest over de wateren. Gods geest was daar toen het verbond met Noach werd gesloten. Ja, is de duif symbool van dat verbond van Noach. En dat is nu denk ik heel actueel, dat wij die schepping respecteren.
Het is niet alleen een verbond met mensen, maar... Ja, het is een zorgpunt van u, hè? Ja, het is een verbond met heel de schepping. Mens, ja. Dier, water, lucht, het land. Mm-hmm. Dat alles is aan ons als stewards gegeven om te beheren. En we moeten dat goed beheren, want het is niet ons eigendom, maar van... ja, de volgende generaties die nog moeten komen en leven op aarde en nog moeten genieten van zee en strand en lucht. En dan heb ik heel bijzonder ook Maria in mijn wapenschild opgenomen met een dubbele M. Mater Misericordiae, moeder van barmhartigheid. Of ook vertaald, moeder van de barmhartige. Mm-hmm. Want zij heeft ons Jezus geschonken. En in Jezus is de barmhartige liefde van God echt zichtbaar geworden. Nou, er zit een heleboel als je zo... Het is een heel verhaal erachter. Het is een heel verhaal. En de kleuren ook. De kleuren zijn van de vlag, van de Surinaamse vlag. Okay. Ja, groen, rood, geel en wit. Mm-hmm. Ja, groen voor vruchtbaarheid. Maar ook groen voor hoop. Mm-hmm. En rood voor daden. En liefde. Geel voor geloof. Mm-hmm. En wit voor harmonie en vrede. Dus eigenlijk als je naar het wapen kijkt, dan zou je al een beeld kunnen hebben van wat zo uw ideeën zijn over uw visie op het leven en op de tijd die we tegemoet gaan, wat u misschien als inbreng, als stempel is misschien een beetje te zwaar. Ja, als inbreng vooral dus de liefde die God voor ons heeft. Mm-hmm. Dat wij ons realiseren dat wij geliefde kinderen zijn van God. Ja. En dat het toch wel, hoewel we zondig zijn, is het toch wel heel moeilijk om buiten zijn bijzondere, barmhartige liefde te vallen. Hij blijft naar ons zoeken, zoals het verloren schaap. Hij laat alles achter om één te gaan zoeken. En wat die zoon ook doet, de jongste zoon, die vader, die gaat altijd op de uitkijk blijven wachten tot hij terugkomt. Dus ik denk dat als mensen weten dat ze geliefd zijn, dat ze heel anders worden. Ja. Het verandert mensen. Het verandert mensen. Ja. Ik heb eens aan wat jongens in Opa Dooli gevraagd, waarom zijn jullie hier? En eigenlijk vroeg ik dus, wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie een halsketting weggetrokken? Maar eentje gaf me als antwoord, waarom zijn we hier? Omdat niemand van ons houdt. En dat was echt... Dat komt wel binnen. Het sloeg als een bom in. Ja. Zo van, als deze jongens liefde hadden gehad, als ze echt een moeder hadden gehad, echt een vader of een oma of wie dan ook, dan zouden ze niet de straat zijn opgegaan en in misdaad terecht zijn gekomen. Mm-hmm. Oké, laten we dan, monsieur, even naar de wijding zelf kijken. Wat gaat er op die dag allemaal gebeuren? Wat kunnen we ons? We gaan het op de televisie zien, maar je weet, mensen zijn, we zijn nieuwsgierig, we willen vast een beetje kijken. Ja, ik hoop van harte dat veel mensen komen. En om dat goed te ordenen zijn er kaarten. Mm-hmm. Dus het is een lange ceremonie. En daarom zijn er kaarten. Als je een kaart hebt, dan weet je dat je een zitplaats hebt. Ja. In de kerk of in een grote tent daar buiten met goed geluid en goede televisiebeelden. Het begint natuurlijk met de processie. Het zal heel plechtig zijn. En dan is ook bijzonder dat voor de wijding de bisschop vraagt of er wel een opdracht is van de paus. Mm. En dan wordt de pauselijke bul voorgelezen. Okay. En het is echt een bul door de paus zelf ondertekend is in zijn handschrift met zijn zegel. En daarin spreekt hij dus mij heel persoonlijk toe en benoemt mij. Hmm. En pas als
De brief van de paus is voorgelezen en getoond aan de andere bisschoppen. Mm-hmm. Want je moet 3 bisschoppen hebben om 1 bisschop geldig te wijden. Oké. Okay. Ja, dus je moet 3 bisschoppen die in eenheid zijn met Rome. Ja, natuurlijk. Ja. En niemand kan zichzelf tot bisschop uitroepen. Je wordt dus gewijd door 3 anderen. De kanselier moet dat dan tonen aan de bisschoppen, aan het college van consultoren, aan het volk. En wanneer iedereen overtuigd is dat het echt een bul van de paus is, een echte, dan gaat de bisschop door met de wijding. Mm-hmm. En dan volgt er een ondervraging of, of de wijdeling echt bereid is om het volk te dienen en voor te gaan in gebed. Het lijkt me wel een indrukwekkend moment, dat voorlezen van die... van die bul. Weet je, het laat echt zien de kracht eigenlijk van onze katholieke kerk over de eeuwen heen. Hè? Dat het, en ik stel me voor dat het altijd op dezelfde manier gaat. En dat het is echt, dat het is in eenheid met. Ja toch? Het is een gestructureerd ding. En niemand, zoals u net zei, van je kan niet op een goede dag opstaan en zeggen van ik heb zoveel diploma's, dus... ik ben bisschop. Nee, dus hiermee wordt dus de apostolische successie gegarandeerd. Dus vanaf Petrus tot mijn vandaag, persoon. Ja. Ja, is dit zo doorgegeven dat de leer zuiver gehouden moet worden. Mm. En daarom draagt de bisschop ook een mijter. Leergezag. Om de leer zuiver te houden. Want er is wel discussie over de tekst. Hoe moet je dit uitleggen? Ja. Of hoe moet je dat leggen? Of hoe zie ik dat? En zo. Maar uiteindelijk is het aan de bisschop om daar aan te geven van dit wordt het. Dit is wat de kerk... wat de kerk... maar het lijkt me toch verstaat. Wel ook aan... hoeveel paters en priesters en weet ik veel... want er komen heel wat geestelijk. U hebt het gehad over er moeten 3 bisschoppen komen. Maar ik neem aan dat er meer dan 3 komen. Ja, dus en het lijkt wel een imposante processie te gaan worden. Met, ik weet niet, op mij maakt dat altijd een geweldige indruk. Die traditie en die rijkdom, daar heb ik het niet over materiële rijkdom, maar die rijkdom van de kerk. Hè? Ja. Dus de kardinaal komt, kardinaal Kelvin Felix. We hebben 1 kardinaal in onze regio. Mm-hmm. En er komen 3 aartsbisschoppen van Port-au-Spain, van Sint Lucia en van de Bahama's. Mm-hmm. En in totaal zijn er 12 bisschoppen. Wow. En ook eenzelfde aantal priesters uit de regio. Mm-hmm. Er komt ook een bisschop uit Brazilië. Oh. Ja, en het bisdom dat grenst aan Suriname. Ja, we hebben ook Braziliaanse priesters hier, dus het leek me. Okay. Yes. En hij, ja, ik weet niet hoe hij dat gevolgd heeft, maar hij is erg verbonden en hij heeft laten weten dat hij ook aanwezig zal zijn. Heb ik zo begrepen dat er ook heel wat van uw studiegenoten, hè? Er komen wat studiegenoten over, ja. Dus het zal een echt duidelijk maken dat we een Caribische kerk zijn. Ja, ja, ja. En dat we steeds meer ook geïntegreerd moeten worden in het Caribisch gebied. Al spreken we Nederlands, het levensgevoel is anders. Het is, onze geschiedenis is 1, muziek is 1. En dat we meer in die richting moeten gaan denken. Luisteraars, het is ondertussen weer tijd voor wat muziek. Geniet u ervan en ik ben zo bij u terug.
Hopelijk heb je genoten van de muziekluisteraars en we vervolgen met ons gesprek met monseigneur Karel Tjuni. We hebben het net gehad over
de wijding, hoe we dat zich ons voor moeten stellen. Het zal een heel geweldig vertoon zijn van de rijkdom, meer ook de geschiedenis van onze katholieke kerk. Hè, dat we, maar, belangrijk daarbij is dus de handoplegging. Mm-hmm. Want door de handoplegging wordt de geest doorgegeven. De handoplegging, dan de salving. Mm-hmm. En de salving van een bisschop is op het hoofd. Oké. Ja, dus bij ons doopsel zijn we op de borst gezalfd, voorhoofd gezalfd. Ja, ja. Ook bij ons vormsel zijn we op voorhoofd gezalfd. Uh-huh. En bij de priester worden de handen gezalfd. Okay. Bij de bisschop wordt het hoofd gezalfd. Het is mooi dat we dat weten, want weet u, als we deze dingen weten, dan gaat het veel meer spreken wanneer je het ziet. Nog? Anders gaan we eraan voorbij van oké, hij is gezalfd. Maar het laat nog meer zien hoe rijk en die katholieke kerk staat volgens mij met symbolen. Dus echt veel wordt met symbolen duidelijk gemaakt. En dat is eigenlijk wat mij zo boeit in die kerk. Ja, het is duidelijk een hiërarchische kerk. Ja. En alleen de bisschop wordt dus op het hoofd gezalfd. Op het hoofd gezalfd. De andere voorhoofd, handen en borst. Ja. En alle bisschoppen zullen dan komen en de handen opleggen. En de geest van God doorgeven. De geest die ze zelf hebben ontvangen. Ja. Daarna krijg ik een ring om aan te geven dat ik dus huw met het volk. Ja. En dat ik dus het volk trouw moet zijn. Ja. Ja? Zoals man en vrouw elkaar trouw zijn en natuurlijk zo moet de bisschop trouw zijn aan het volk. De kerk dat jij die heel leed. En een borstkruis. Mm-hmm. En ik heb begrepen dat ik het nu altijd moet dragen. Dus je kunt het niet afzetten. Mm-hmm. Ja, je bent eenmaal 24 uur bisschop. Ja, dus zodra je in het publiek bent, dien je bisschoppelijk borstkruis te dragen. Je krijgt een mijter, een teken van leergezag, en een staf. Mm-hmm. En ik zal een borstkruis krijgen van monseigneur Twinkels. En die is al van 1865. Het is van monseigneur Groofs en staf. Oh, dus het is geen kruis dat speciaal voor u gemaakt was. Het wordt overgegeven van. Ja, het wordt symbolisch. Ik heb wel mijn eigen. Maar op die dag kreeg ik dan de. Van de oude bisschop. Ja, van monseigneur Jacobus Groof. Mm-hmm. Die een bijzondere staf had. Mm-hmm. En die wordt dus dan telkens doorgegeven hier in ons bisdom. Mm-hmm. En pas op maandag 25 zal ik mijn eigen staf gebruiken. Oké. Monseigneur, ik heb het voorrecht gehad om langer met u samen te werken. En ik weet dat u heel bedachtzaam en weloverwogen te werk gaat, maar wel heel doelgericht. Dat u uw doel stelt en dat u daar langzaam maar zeker naartoe werkt. Zijn er nu al gebieden in het leven van het bisdom die uw bijzondere aandacht hebben, waarvan u zegt, hé, daar wil ik mee echt op gaan toeleggen. Daar, en dan weet ik, we hebben het woord is net al gevallen, we hebben het gehad over stewardship. En ik weet niet hoeveel jaren geleden toen ik nog, hebt u al in de Clemensparochie ons dat begrip proberen duidelijk te maken. En het is net weer ter sprake gekomen vandaag. Hoe wil u dat, is het al een beetje, heeft het zijn weg al gevonden in het bisdom? En als u zegt nee, nog niet, hoe gaat u dat aanpakken? Want het is toch wel heel belangrijk dat we doordrongen raken van het stewardship, het steward zijn. Ja, het zal speerpunt zijn van het beleid.
dat stewardship een manier van leven is. Ja. Want je krijgt je leven van God en er komt een dag waarop je verantwoording moet afleggen over je leven. Sommige mensen zeggen, het is mijn leven. Het is niet jouw leven. Nee. Je krijgt het van God. En we hebben beperkte tijd, we hebben beperkte geld en we hebben talenten. En de kerk vraagt van ons dat we onze tijd en talenten en ons geld ook gebruiken voor de opbouw van Gods koninkrijk. Het vraagt een heel andere manier van leven. Het is dat je beseft dat je leven een geschenk is en dat je het in dankbaarheid aanvaardt en er iets van maakt. En dat je deel bent van veel dat al voor jou gedaan is en dat je bijdraagt aan die samenleving. Ieder op zijn gebied, met zijn talenten. En in Amerika is het een heel sterk programma. En daarom is de Amerikaanse kerk ook een krachtige kerk. Ze kunnen zichzelf onderhouden en ze kunnen missionair werk volbrengen. Maar stewardship beperkt zich niet enkel tot kerkelijk leven. Want we zijn stewards over heel de schepping. En het is wel duidelijk dat we de laatste tijd niet zo verstandig zijn omgegaan met Gods schepping. En daar zullen we ook rekenschap over moeten afleggen. Maar je ziet het nog steeds. Maar weet u, ik weet het van de Clemensparochie, daar hebt u echt, ik denk dat daar het stewardship programma, dat die gedachte toch wel aardig ingeburgerd is. Ja, dus in veel parochies, maar zijn er mensen die zich vrijwillig inzetten, geven. Ja. Maar ze moeten dat steeds bewuster gaan doen. En hoe meer je jezelf geeft aan de kerk, hoe meer je ook realiseert van het kost ook geld om bijvoorbeeld zo'n radiostation te hebben. En als we het belangrijk vinden, dan gaan we er allemaal voor zorgen dat Emmanuel gaat groeien en bloeien. En dat het dus bijvoorbeeld niet meer drukt op het budget van het bisdom, maar een zelfstandig Weet u, ik denk dat we te weinig beseffen als katholieken dat wij de kerk zijn. En zeggen, de kerk gaat het doen, de pater gaat het doen. Een beetje dat het zo voor ze uit wordt geschoven. Maar dat ik denk dat het stewardship. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld Radio Emmanuel het voortouw moet nemen en tonen zo van: kijk, dit bereiken we met stewardship. En zoveel jaar zijn we financieel zelfstandig, zijn we zo veel uitgebreider en zijn we zoveel dienstbaarder aan de gemeenschap. Ja, maar de mensen moeten ook in hun parochie beginnen te leren. Hè? Van, hé, die kerk bestaat en die kerk kan mij die diensten verlenen als ik er ook wat aan geef, als ik hem in stand houd. En te vaak laten we het voor de groepen mensen die in de verschillende werkgroepen zitten. En te weinig is de hele kerk erbij betrokken. En ik geloof dat dat die omslag is die we moeten gaan maken van, nee, die kerk is van ons, wij met z'n allen. Zij, die mensen die in de werkgroepen zijn, die nemen een beetje het voortouw. Maar wij hebben een even grote aandeel, een groot inbreng erin. En als we het met z'n allen doen, werkelijk, dan gaan we echt op onszelf kunnen staan. Dan gaan we echt een beetje levende kerk worden. Ja, dat klopt. Dat klopt. Het gaat inderdaad om dat iedereen zich ervan doordrongen is. Ja, precies. Dat zij tijd, talenten van God hebben gekregen en dat ze iets terug moeten geven aan God. En hun tegoeden. Ja. En weet u, en wij maken het de mensen niet eens zo moeilijk. We zeggen, geef naar vermogen. Geef wat je kan. En dus daar moeten we, de luisteraars, daar moeten we echt, als we onze steun willen betuigen aan onze nieuwe monseigneur, dan denk ik dat dit een van de dingen is die hem echt na aan het hart ligt. En dat we echt dat stewardship programma echt een beetje
serieuzer moeten nemen. Niet alleen voor de kerk, maar zeker ook, en dat is ook een punt van zorg, de hele schepping, onze natuur, want dat leidt ook heel erg. Monseigneur, ik weet niet als er nog iets is dat u aan de mensen wil vertellen, want dan gaan we het programma zo meteen afsluiten. Ik wil iedereen bedanken die mij ondersteunt met gebed. Heel hartelijk dank. Ik kan voelen dat ik gedragen word door een stuurmeer van gebeden. Ik wil iedereen op het hart drukken om een kaartje te halen, zodat je zeker weet dat je een plek hebt. Nou, ik denk dat er heel wat teleurgestelden zullen zijn die geen kaartje kunnen krijgen. Iedereen die dat... Weet u misschien hoe ik een kaartje kan krijgen? Ik zei, boy, je moet gaan vragen. Misschien is het goed om weer even te zeggen waar de... kaarten zijn. Secretariaat van Sint Peter, Sint Paulus, Basiliek. Mm-hmm. Vitrine, dus in de kathedraal. Ja, in de kathedraal zelf. En tijdens kantooruren. Mm-hmm. Drie koningen. Maria, koningin van de wereld. Sint Alphonsus en Sint Clemens. Alphonsus en Clemens is één. Nee, Sint Clemens familie. Ook. Oh. En de heilige familie. En de mensen van het district, die krijgen via hun pastoor. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Monseigneur, dan rest me om u een gezegende en een fijne, ik heb het woord van episcopaat toe te wensen. Dat is echt dat u voldoening mag vinden en dat u weet dat u gedragen wordt, niet alleen door de mensen, maar dat Gods geest het is die u leidt. Dat u zo kunt waarmaken de dingen die u zich voor ogen gesteld hebt. Dank u wel. Ik zal vooral de aspiraties van de katholieken in Suriname proberen waar te maken. Mm-hmm. Luisteraars, dat was ons gesprek met Monseigneur Karel Tjuni. Kijkt u uit, de wijding is de volgende week zondag 24 januari. Wij met z'n allen wensen de Monseigneur een gezegende tijd toe. We gaan voor vandaag uit de lucht, luisteraars. En ik zeg tot u, tot de volgende week met Gods genade. Dag, luisteraars. Fan van Radio Emmanuel 93.1 FM op Facebook. The station that touches the heart. Radio Emmanuel. Emmanuel. Yeah. The station that touches the heart.